Ook buitenlandse studenten met een beperkt inkomen kunnen vanaf vrijdag een aanvraag indienen voor energietoeslag. Het bedraagt een eenmalige toelage van 400 euro. Maastricht is de eerste stad van Nederland die ook deze doelgroep een tegemoetkoming in de energiekosten biedt. Dat zegt iets over wat voor een stad wij willen zijn voor onze studenten, voor degenen die bij ons te gast zijn. Ik denk dat dat ook heel goed past bij de Maastrichtse GS, bij de Maastrichtse dat we, GS. Dat we iedereen zoveel mogelijk welkom heten. En daar hoort het prima bij. En ja, dat is iets waar we als Maastricht ook wel trots op kunnen zijn. Ik zou haast zeggen: eindelijk. Ja, we hadden het helaas niet sneller kunnen doen, want je wil in ieder geval dat je qua regelgeving zoveel mogelijk aansluit bij wat er voor de Nederlandse studenten ook geldt. Dat betekent dat de Duo ook eerst alles heel duidelijk beschikbaar moest stellen, willen wij daar onze lokale regeling dan ook op aansluiten. Maar dat is gelukt. Ja, ja, en ze krijgen een bedrag van 400 euro. Eenmalig, is dat voldoende, schat u in? Um, nou ja, voldoende. Het gaat erom om de pijn uh, wat te verzachten. Hè? En het is ook niet zo dat het voor iedere uh, buitenlandse student geldt. Je moet wel onder een bepaalde inkomensgrens zitten. En je kunt natuurlijk zeggen dat ja, het, het zwaartepunt van de winter en dus van het energieverbruik is voorbij. Maar je kunt je ook een situatie voorstellen waarbij uh, studenten dus echt aanspraak hebben moeten maken op hun reservegelden, hun beetje spaargeld wat ze hebben. Um, en, en dat nu weg is. En daarmee wordt dat dan nu enigszins weer uh, uh, aangevuld. En daarmee Krijgen die studenten uh, ook wel wat ademruimte? Tot slot is iedere groep die uh, aanspraak zou kunnen maken vanwege hun inkomen op een toeslag nu voorzien. Ja, ja, dat is zeker het geval, want je hebt natuurlijk de algemene regeling hè, voor mensen met een relatief laag inkomen. We hebben dan de Nederlandse studenten gehad die dat via Dubo kunnen doen, en dit was de opening die er viel. En we vonden het niet fair om dat te zeggen: Ja, en jullie doen niet mee. Nee, we willen dat zoals gezegd, dat het voor iedereen is. Buitenlandse studenten die in aanmerking komen op MBO-niveau hebben een maand inkomen tot maximaal 1132 euro. Voor HBO'ers ligt de grens op 1339 euro. Via de website van de gemeente kan vanaf vrijdag de toeslag worden aangevraagd. Dit kan tot 1 juli.